Dit jaar ben ik opnieuw begonnen met een nieuw portfolio waar ik maandelijks 250 euro in investeer. En ook in deze video gaan we dus weer een nieuw aandeel zoeken om daar deze maand die 250 euro in te investeren. In deze video gaan we dus kijken naar welk aandeel dat is en vooral ook waarom ik dat aandeel heb gekozen. We gaan ook kijken naar de koersverwachtingen voor dit aandeel, maar ook naar mijn eigen waardering. Ik heb gebruik gemaakt van de DCF-methode om tot een waardering te komen. En natuurlijk neem ik je mee in de aankoop van dit aandeel en gaan we kijken hoe het rendement van deze portfolio tot nu toe uitziet. Weer genoeg leuke dingen dus om te bespreken, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je zelf ook elke maand wat geld inlegt om te gaan beleggen. En natuurlijk om het kanaal te helpen. En voordat we beginnen met het aandeel van deze maand nog even kort een disclaimer. Ik heb gemerkt dat bij de vorige video's in deze serie mensen al meteen zeiden van... ...oh, ik ga ook dit aandeel kopen. Ik zeg altijd, doe zelf goed je onderzoek voordat je zelf dit aandeel koopt... Ik heb een ander inkomen, een ander risico, andere interesses. Dus dat wil niet zeggen wat een aandeel voor mij interessant is, dat het ook voor jou interessant is. Ga natuurlijk wel kijken waarom ik het interessant vind. Ga zelf nog wat onderzoek doen voordat je dit aandeel ook gaat kopen of misschien wel verkopen. Maar dat gezegd hebben we, nu. laten we beginnen met de video en kijken naar het aandeel wat deze maand is geworden. En dat is het aandeel geworden van Microsoft met tickersymbool MSFT. In de eerdere twee video's kochten we al twee ETF's. In de eerste video was dat de semiconductor ETF van Van Eck. En daarna kochten we de iShares MSCI World uh, ETF. Nou, we hebben dus wel een redelijk gespreide basis lijkt me. En daarom wil ik dan juist nu voor een bedrijf gaan kiezen. Het is dan wel weer een bedrijf wat een paar voorwaarden heeft. Ik wil dat het in een sector zit die ik begrijp, dat ik er ook in, meteen interesse in heb in die sector natuurlijk. Uh, er moet eigenlijk ook wel weer genoeg potentie in zitten om te groeien de komende tijd. Maar tegelijkertijd, omdat ons portfolio nog niet heel groot is. We hebben eigenlijk nu pas 500 en dadelijk dus 750 euro ingelegd. Wil ik niet al te veel risico nemen. En het mag dus ook niet al te hoog gewaardeerd zijn. En zo ben ik dus bij Microsoft uitgekomen. Een aandeel dat al langer op mijn lijstje stond. Laten we even gaan kijken naar de cijfers van Microsoft. Dat doen we via de Investors Relations pagina op de website van Microsoft. Waar trouwens alles in Word, PowerPoint of Excel is. Dus alleen maar hun eigen producten. En helaas niet in PDF-vorm. Maar laten we laten dan even de presentatie gaan kijken van de laatste kwartaalcijfers. Die komen van 26 januari 2021. Dat is het tweede kwartaal voor Microsoft. Hun boekjaar is namelijk iets anders dan hun kalenderjaar zou lopen. Maakt op zich niet heel veel uit voor de cijfers. Maar dan weet je in ieder geval waarom dit al Q2 heet. Kijken we naar de omzet, dan zien we dat die eigenlijk flink groeit op alle vlakken. Productivity and Business Processes met 13% groei naar 13,4 miljard dollar. Intelligent Cloud met 23% groei naar 14,6 miljard. En Personal Computing met 14% groei naar 15,1 miljard. Een totaal dus van 43,1 miljard in een kwartaal. En ook dat is weer een groei van zo'n 17% ten opzichte van een kwartaal eerder. Nou, is omzet maken natuurlijk altijd leuk, maar je moet ook gewoon zorgen dat je goede marges maakt. En dat doet Microsoft zeker. Kijken we naar de gross profit, oftewel de bruto marge, dan zien we daar 67%. En dat is dan weer een verbetering van 1% met een kwartaal eerder. Maar ook zeker een heel erg goede netto winstmarge. Want de totale winst van dat kwartaal, van het laatste kwartaal, komt uit op 15,5 miljard. Een toename van 33%, wederom een heel erg mooie toename. Maar dat betekent ook gewoon dat er zo'n 30% van de omzet uiteindelijk als winst uh, in de boeken komt. Kijken we nou iets verder naar die bedrijfsonderdelen, de categorieën zeg maar, van de omzet waar die vandaan komen, dan zien we bij productivity and business processes dat we het hier vooral hebben: over de Office pakketten, zowel particulier als zakelijk, en ook Office 365. Maar ook hier zit bijvoorbeeld de, de winst of de omzet in vanuit LinkedIn. Dat is namelijk ook inmiddels van Microsoft. En overal zien we hier eigenlijk wel hele mooie groei in de laatste kwartalen. Kijken we dan naar Intelligent Cloud. Dat zijn zeg maar de clouddiensten van Microsoft. Hier zagen we een groei van 26% over de hele sector of over het hele onderdeel heen, zou ik zeggen. En specifiek voor Azure, hun webdiensten, zien we zelfs een groei van 50%. En kijken we tenslotte naar Personal Computing. Dat zijn zeg maar de Windows-software producten. Waar we trouwens de laatste kwartalen wel een daling zien in de omzet. Maar denk ook bij bijvoorbeeld aan de omzet uit Xbox, welke toename met 40%. En hun eigen serviceproducten, hun eigen laptops, tablets en noem het maar op. En uiteindelijk stijgt ook hier de omzet en de winst in dit onderdeel. Zoals we rechtsonder trouwens in de grafiek ook duidelijk kunnen zien. En we zien dus een hele mooie groei bij alle onderdelen. En dat is ook nog eens heel erg goed dat het heel veel verschillende onderdelen zijn. Zodat je meteen binnen één bedrijf ook nog veel spreiding hebt wat betreft de omzet en de winst die wordt gehaald. Maar voordat we alleen naar dit aandeel gaan kijken, is het ook altijd belangrijk om eigenlijk een aandeel te gaan vergelijken. Te gaan vergelijken met concurrenten. En als ik aan Microsoft denk, dan denk ik meteen als concurrent aan Apple. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel het eerste waar ik aan denk. Dus dat is dan ook het bedrijf waar ik graag Microsoft mee wil gaan vergelijken. En ik maak daarvan gebruik van deze sheet. En deze sheet is een onderdeel van de beleggers training. Ja, niet specifiek deze, want dit is nog iets, een sheet waar ik aan werk. Dit is een nieuwe versie. Maar deze komt binnenkort wel beschikbaar voor alle leden van de beleggers training. Dat is een training met meer dan 50 video's en onder andere dit soort tools dus. En meer informatie over de beleggers training vind je trouwens in een link onder de video. Maar kijken we dus naar beide aandelen. Dan zien we hier een koers van nu zo'n 234 dollar van Microsoft of 123 dollar. Voor Apple. Uh, we zien dat ze, uh, Microsoft tot en met dit jaar tot nu in de plus staat, terwijl Apple in de min staat. En hier zien we dan ook het koersverloop. Uh, wat we als eerste opvalt en wat al belangrijk is, is uh, de beta. Dus zeg maar, of het boven de 1 zit, dan is het volatieler dan de hele beurs. Ligt het eronder, dan is het minder volatiel. Dus Microsoft heeft een iets rustigere basis. Kijk bijvoorbeeld naar de marges waar we het al eerder over hadden. Toen zagen we alleen uh, marges van Microsoft natuurlijk. We zagen een bruto marge van, ik zei 67%, hier zien we 68%. Een operationele marge van 39% en uiteindelijk een winstmarge dus van iets meer dan 30%. Dat is heel anders dan bij Apple. We zien bij Apple iets lagere marges, maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat Apple eigenlijk meer producten verkoopt. Terwijl Microsoft juist meer software en dat soort dingen verkoopt. En daar gewoon uiteindelijk betere marges op heeft, omdat ze gewoon minder kosten hebben... Um, ja, een iPhone kost gewoon geld om te maken. Als je software eenmaal geschreven hebt, dan maakt het niet uit of je nou één keer verkoopt of tien keer. Dus daar zien we betere marges uitkomen. Kijken we dan verder naar de winstgevendheid. Dan zien we hier de winst per aandeel net geen 7 dollar. We zien een PE-ratio van 35. En dat is ongeveer ook hetzelfde bij Apple. Um, iets meer dan dat je eigenlijk zou willen betalen. Maar ja, gezien de, um, ja, de technologie is dat nou niet heel slecht. Uh, op de lange termijn wel, maar ik denk op dit moment heel erg redelijk, dus uh, geprijsd. En kijken we naar de return on assets: daar willen we meer dan 5% zien. Bij Microsoft zien we 17%, dus dat is gewoon heel erg goed. En zeker vergeleken met Apple, die is zelfs nog iets beter. Kijken we naar de jaarcijfers en de kwartaalcijfers, dan zien we een omzet. Van 143 miljard per jaar en het laatste kwartaal, dus 43 miljard. We zien een winst waar we het eerder al over hadden, uh, dus gewoon een hele goede winst van zo'n 15,5 miljard. We zien dat Apple wel veel meer omzet heeft. Maar ze hebben ook veel meer kosten, want bijna de bruto winst komt een beetje op hetzelfde uit. Dus we zien wel waar ik het eerder over had. Je kunt wel veel omzet halen, maar als je heel veel kosten hebt om bijvoorbeeld die iPhones te maken. Ja, dat zijn gewoon veel minder kosten wanneer je software hebt. Dus dat zien we hier eigenlijk al terugkomen. Dat de winsten flink bij elkaar liggen en dat uiteindelijk Microsoft ook een veel beter percentage dus heeft voor die netto winst. En kijken we verder, dan zien we nog een positieve cashflow. Die ook nog telkens groeit, trouwens, met 18% ten opzichte van een jaar geleden. Ze betalen ook dividend uit. 32% van de winst gaat uitgekeerd worden in dividend. Vorig jaar keerden ze zo'n 15 miljard uit aan dividend, wat neerkomt op 2 dollar per aandeel. Um, en de laatste jaren zie je gewoon nog steeds een groei in het dividend. Dus dat is positief voor de mensen die zich daarop richten. En tenslotte zien we hier nog een aandelenscore en wat koersinformatie en wat koersverwachtingen. Maar zoals gezegd, daar ga ik later nog even iets uitgebreider op inkomen. Want voordat we naar de waardering en die koersverwachtingen gaan kijken, eerst even een korte boodschap. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Specifieke aandelen kiezen is natuurlijk leuk, maar het is ook zeer verstandig om een goede basis te hebben, met bijvoorbeeld beleggingsfondsen en ETF's. Want of je nu wilt beginnen met beleggen of al begonnen bent, veel risico wilt nemen of juist weinig, je voor een droomreis belegt of voor een vervroegd pensioen. ABN Amro heeft een product dat daarbij aansluit. Denk bijvoorbeeld aan zelfbeleggen basis. Als je graag zelfstandig wilt beleggen met lage kosten. Je kunt al beleggen vanaf 50 euro en je hebt de keuze uit een aanbod van ruimte 150 aandelen uit Nederland, Europa en de SP 100. 200 beleggingsfondsen en meer dan 75 ETF's. En bij de beleggingsfondsen zijn er zelfs geen transactiekosten. Wil je nou beginnen met beleggen, maar weet je nog niet precies waarin en hoe? ABN AMRO maakt het je makkelijk met begeleid beleggen waarin je kiest uit een van de zes profielfondsen afhankelijk van het risico dat je wilt nemen en de rest wordt door experts gedaan. En begin je nu met periodiek beleggen dan kun je een bonus van 75 euro ontvangen. Voor meer informatie ga je naar een passiefinkomen.nl slash collab slash ABN AMRO of klik je op de link onder de video. En beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een gedeelte van je inleg verliezen. En laten we dan gaan kijken naar de koersverwachtingen en de waardering, want we hebben nu gezien dat Microsoft best wel een interessant aandeel uh, is, zeker ook vergeleken met Apple. Maar laten we ook gaan kijken naar wat analisten ervan verwachten en vervolgens ook zelf een berekening die ik heb gemaakt via de DCF-methode om te kijken wat ik het op dit moment waard vind. Kijken we namelijk bij Tipranks, dan zien we 23 analisten die een oordeel hebben gegeven over Microsoft en allemaal geven ze een koopadvies. De koersen die ze ja, geven verwachten. Die zijn wel verschillend van 315 dollar als hoogtepunt tot 245 dollar als laagste koers, allemaal hoger in ieder geval dan de koers op dit moment en het gemiddelde komt uit op 282 dollar en dat is 20% hoger dan dat het nu is, dus dat ziet er al positief en veelbelovend uit. Maar laten we ook even kijken naar een waardering via de discounted cashflow methode. Dit is namelijk een waardering die ik zelf heb gemaakt, deze sheet. Um, ik maak hierbij gebruik, zoals gezegd, van de discounted cashflow methode. Um, hierin maak je eigenlijk een voorspelling voor de omzet en de winsten... de komende jaren en reken je de waarde daarvan juist weer terug... naar de waarde die het heeft op dit moment... Deze sheet is ook nog in ontwikkeling. En mogelijk dat ik hem later trouwens nog ga aanbieden. En ik hoop dat het allemaal een beetje zichtbaar is. Maar we komen uiteindelijk in ieder geval op een DCF-waardering per aandeel van 288 dollar. Die zien we hier ook terugkomen. Dat is dus ook ongeveer 18 of 19 procent hoger dan de koers op dit moment. Dus dat komt ongeveer overeen met wat de analisten verwachten. En hier links heb ik dan verschillende gegevens ingevoerd: zowel het risicovrije rente, dat is de rente die we op dit moment zien. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan het belastingpercentage. In de presentatie straks vanuit Microsoft zagen we dat we ongeveer 16% waren kwijt. En we hebben ook de groeiverwachting voor het huidige jaar, voor de komende jaren en de winstmarge van de 30% die we eerder zagen. Ook heb ik hier aangegeven dat we een bepaalde korting wensen. Dus een soort van veiligheidsmarge die we inbouwen op die berekening. Wat wil zeggen als we de berekening van 288 dollar, daar 25% afhalen, dat we nu zo rond de 216 dollar uh, zouden willen betalen voor het aandeel. En dat is iets minder dan dat het eigenlijk nu is. Dus het is nog niet het juiste moment. Hou daar wel rekening mee dat we met deze waardering eigenlijk van een EV EBITDA multiple uitgaan van 11. Dat is zeg maar wat waar een aandeel of een bedrijf op gewaardeerd kan worden. 11 is het lange gemiddelde. Kijken we bijvoorbeeld naar het recente gemiddelde, dan is dat rond de 15. En dan zien we ook dat dat hier meeweegt in de koers. De koersverwachting gaat er dan 312 dollar, dus bijna 25 procent meer dan dat het nu is, maar met die 25 procent um, die we graag zouden willen op de echte waardering, komen we wel ongeveer uit op de koers van dit moment. Dus het ziet het er gewoon heel erg positief uit. En dat is natuurlijk een van de redenen waarom ik ook dit aandeel deze maand wil gaan kopen. Dus laten we Microsoft gaan toevoegen aan ons portfolio. En mijn portfolio heb ik dan toevallig bij de Giro. Daar heb ik al langer gebruik van gemaakt. Maar mocht je dus geïnteresseerd zijn te beleggen in bijvoorbeeld beleggingsfondsen of ETF's, ga dan zeker ook kijken naar AWN's, zoals ik al eerder besprak. Maar zoals we hier zien, heb ik inmiddels het geld al gestort. Ik heb zojuist er 250 euro gestort, waardoor we nu iets meer dan 250 euro in de vrije ruimte hebben. Dus we kunnen op zoek gaan naar het uh, aandeel. En dat is de afkorting MSFT Microsoft. En we gaan hem dan kopen aan de Nasdaq, dus laten we hem aan gaan klikken. We zien dat de koers nu 233 dollar en zeg maar 70 dollar cent is, en dat betekent dat we met onze huidige uh, 250 euro, dit is iets minder dan 200 euro op dit moment met de huidige ja wisselkoers van dollars naar euro's, kunnen we dus één aandeel kopen. Dus we klikken hier rechts op uh, koop. We gaan voor een dagorder en we laten dan een limietorder kiezen met de huidige uh, koers van dit moment. We kiezen er Eentje, en dan klik ik het verkeerde aan, want we willen graag die. We willen hem kopen voor 233,60 euro. stuk, 195 euro is dat, zoals ik zei. En dan gaan we de order plaatsen. We gaan even kijken. Uh, we bevestigen het, ja. De geschatte kosten zijn 50 cent. Oké, okay, dat is prima. En dan zal het waarschijnlijk niet heel lang duren. Nee, we zien hem hier al zelfs meteen uh, ge geplaatst worden. Um, ik ga even niet waarderen. Um, we gaan naar de portefeuille. En waar we eerder dus alleen trackers hadden staan, staat hier nu ook Microsoft in. Nu hebben we nog 57,70 euro over. En ik zat eraan te denken om de van X Semiconductor te kopen. Omdat we hier, um, ja, de koers is laag. En ik wil eigenlijk wel profiteren van de koersdalingen in deze sector de laatste tijd. Alleen deze wordt op de CETRA verhandeld. Daar hebben we te maken met 4 euro transactiekosten en 4 euro op een aankoop van. 50, 55 euro is wat veel. Dus dat ga ik liever niet doen. Ik laat het geld dus even staan. Normaal zou ik het liever laten renderen. Maar daar kies ik dus nu niet voor. Want dan kunnen we dit geld in ieder geval meenemen bij de volgende maand. En dan hebben we dus ongeveer uh, 320 euro te besteden. En ik heb inmiddels ook een overzicht gemaakt waar ik mijn aankopen invul, zodat ik beter kan vergelijken. Dus laten we ook deze aankoop even invullen in mijn overzicht. En je kunt hier nu al zien dat we iets minder rendement hebben gemaakt dan wanneer we alleen voor VWRL waren gegaan. De eerste maand ging het heel erg goed. De afgelopen maand, zoals gezegd, werd technologie wat afgestraft. Staan we nu dus iets lager dan dat we in alleen VWRL hadden uh, geïnvesteerd. Maar we doen dit voor de lange termijn, dus laten we ook vooral geduld hebben. En met deze aankopen hopen dat het in de komende maanden weer een stuk beter gaat. En daarmee zitten dus onze taken voor deze maand alweer op. We hebben weer 250 euro geïnvesteerd, of in dit geval 200 euro. Maar in ieder geval weer een aandeel gekocht. Dus we kunnen deze maand weer vooruit. En laat ook even in de reacties weten wat je ervan vindt. Wat je vindt van Microsoft. Wat je vindt van deze video, of andere dingen die je graag wilt delen met mij of met de andere kijkers van deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde komen van deze video. En wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien zorg dan dat je geabonneerd bent op dit kanaal en dan hoop ik jou graag ook weer bij de volgende video te zien